dan naast me Bettine Vrieskoop met het grootste talent van Nederland, Roel Boki, een balletje aan het slaan is. Ze gaan zo meteen een demonstratie doen. Zit ik hier met Sven Groot, jeugdtrainer van Taverso. Ja. Sven, mooie dag natuurlijk geweest. Wat ik even met jou wil bespreken is eigenlijk de stand van zaken met de jeugd hier in Zoetermeer en wat jullie daar als vereniging aan doen. Ja. Hoe gaat het überhaupt met het ledenaantal bij de jeugd? Is het groeiende? Zijn er gunstige ontwikkelingen? Nou, er zijn zeker gunstige ontwikkelingen, maar wat we wel zien, we hebben nu een combinatiefunctionaris, Maaike Dekkers, die vorig jaar nog volledig 20 uur per week les gaf namens Taverso. Op de vereniging? Op de vereniging, maar ook op scholen. Ja. Gymlessen dus verzorgde. Ja. Ja. En eigenlijk zien we dat nu, sinds ze dat niet meer doet, dat we de instroom van leden, dat hebben we niet meer. De instroom is echt wat dat betreft een stuk gezakt. Maar het moet weer van jullie zelf gaan komen. Het moet zeker vanuit onszelf gaan komen. Helpt zo'n nieuwe accommodatie daarbij? Dat is niet genoeg, hè? Er moet meer gebeuren. Ja. Zijn er in de tafeltennissport ook methoden om met name jongere kinderen binnen te halen? Om het aantrekkelijk voor hen te maken? Want het is natuurlijk op zich een complexe sport, als je het goed wil doen. Kan je drempelverlagend werken? Ja, nou, ik denk tafeltennis is gewoon een motorisch lastige sport voor jonge kinderen. Dus wat we hebben gedaan, we vinden dat we moesten iets ontwikkelen. Bij de bond hebben ze dat ontwikkelen, dat heet Table Stars. Dat is een lesprogramma waarbij we vooral inzetten op de oog-handcoördinatie en de fijne motoriek. Ja. Om dat te verbeteren bij jonge jeugd. Daar zijn leuke spelvormen voor ontwikkeld en die gebruiken we hier bij Taverso ook heel veel. Noem eens wat? Hooghouden met ballonnen, schuiftafeltennis. Schuiftafeltennis? Ja, bijvoorbeeld niet over het netje moeten slaan, want dat is vaak nog moeilijk. Maar juist het netje omhoog en het balletje rollen. Ja, laten we daar maar eens mee beginnen. En hoe oud zijn die kinderen dan die hier binnenkomen, zo'n beetje? De hele jonge? De jonge kinderen zijn tussen de 6 en 7 jaar. Toevallig hebben we over 2 weken 40 kinderen die allemaal tussen die leeftijd zijn. Komen allemaal tegelijk in deze accommodatie. En die gaan tafeltennissen. Wat is de ambitie? Waar mikken jullie op? Wil ik het eerst even hebben over het breedte gedeelte en daarna over het prestatief gedeelte. Wanneer ben jij tevreden? Met hoeveel jeugdleden? Met hoeveel jeugdleden ben ik tevreden? Zoveel mogelijk. Ik ga ervan uit, we hebben op 120 jeugdleden gezeten. En met deze hal moeten we zeker naar 150 toe gaan. En je zit nu op? We zijn nu gezakt naar 80, 85. Zo snel kukelt dat dus in elkaar. Ja, dat gaat zodra zo'n combinatiefunctionaris niet meer in de gemeente zit, meer in dit geval de boer op gaat om het spel eigenlijk te promoten. Daar komt het min of meer op. Ja, dat is heel jammer. Maar goed, we zien wel weer nieuwe kansen met deze nieuwe accommodatie. We zitten ook weer in een grote accommodatie waar ook een basisschool zit. Ja, multifunctioneel natuurlijk. Multifunctioneel. Ja. Dus we hebben ook bij Taverso de sportimpuls goedgekeurd gekregen. Waarbij wat betekent dat? Sportimpuls was een bedrag van 54.000 euro wat Taverso heeft binnengehaald. Subsidie vanuit de overheid. Vanuit de stichting. Ja. En daarmee kunnen wij zometeen ook weer iemand financieren, dus een lesgever die weer namens Taverso naar die scholen toe gaat en overdag weer lessen kan geven. Dat ziet er goed uit. Tot slot nog even het prestatieve deel van de jeugd. Kijk, Roel Boki is de jeugd ontgroeid, hè? Die speelt al op eredivisieniveau. En de sky is misschien de limit voor hem. Dat moeten we nog gaan afwachten, maar het ziet er veelbelovend uit. Ja. Hoe zit het met de jeugd van Taverso? Nou, ik denk de topjeugd. We hebben op dit moment een team wat landelijk A kampioen is geworden. Landelijk A, waar ze nu voor het seizoen gaan strijden met 8 andere teams voor het Nederlands kampioenschap. Dus we hebben. Heb je het over jongens van 14, 15, 16 jaar? Ja, we hebben Bas Dauma, die is uit mogen zeggen 15 jaar. En Jesse Pelle is 16 jaar. Het zijn 2 jongens uit de eigen opleiding. En daarnaast hebben we nog 2 jongens van een andere vereniging die wel inmiddels een tijdje bij ons spelen. En wat dat betreft is dat ook wel een knappe prestatie. Dat we wel een breed sportvereniging zijn, maar ook wel de prestatie opzoeken. Want dat is het, hè? Taverso is geen topsportvereniging, er wordt ook aan topsport gedaan. Ja. Maar even voor iedereen, iedere koekenbakker die het gewoon leuk vindt om met een bedje en een balletje te klungelen, is van harte welkom. Iedereen is welkom. Van alle leeftijden. Ja, we hopen ook echt dat we met de nieuwe accommodatie zoveel ruimte hebben en vrijheid hebben om naast breedtesport ook prestatiesport en ook topsport te kunnen bedrijven. En dat zou een hele mooie mix zijn. Snap ik. We gaan het allemaal meemaken. Volgens mij gaat het beginnen met een hele fijne avond en vooral een ontzettend mooie tijd en hopelijk met heel veel jeugd dat weer de weg weet te vinden naar deze hal. Dankjewel. Ik hoop het ook. Jij ook. Dank. Dankjewel.